Anders heb ik 2 hoeden gekocht. Ik heb het wel echt heel mooi gedaan. Hij staat. Ah! Oh, leuk hoor, meiden. Ja, 1, 2, 3, 4. Als allereerst natuurlijk leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Ik ben nu mijn weekvlog aan het werken. Het is nu zaterdag. En ik zie dat ik, denk ik, mijn eerste beelden verwijderd heb. Althans, ik heb alleen nog maar beelden van dinsdag eind van de middag en niet meer van dinsdagochtend. Dus ik wilde eventjes deze vlog soort van normaal openen. Sorry, ik heb denk ik die eerste 2 beelden verwijderd. Ik had niet heel veel bijzonders gedaan. Volgens mij liet ik in dat beeld gewoon zien van hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Milan mocht uit quarantaine, ik was negatief getest. Dus we gingen lekker samen lunchen, we gingen lekker naar buiten samen. Want we hadden natuurlijk allebei een hele week binnen gezeten. En zijn we eventjes naar de stad geweest. En daarna gaat het beeld verder dat ik ook thuis kom. Dus heel erg veel plezier met kijken naar deze weekvlog. En sorry. Het is weer wat later. Of nou later. Het is echt 8 uur of zo. En ik heb een meal gegeten. Ik heb niet zoveel gefilmd. Normaal film ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Echt op dinsdag als ik met Milan ben. Dus ja, vandaar. Voor de mensen die het niet weten. Milan die vindt het vloggen niet heel erg of zo. En af en toe een extra video vindt hij ook niet heel erg. Maar om nou heel de tijd met die camera om handen te lopen vindt hij ook niet heel chill. Dus vaak als ik op dinsdag met hem ben, dinsdag is zijn enige vrije dag, film ik gewoon niet of niet heel veel. Maar we waren even naar de stad geweest. Toen gingen we lunchen en het kwam echt met bakken uitheen. Het was niet normaal. We zijn gewoon daaronder blijven zitten totdat het droog was. Maar we zijn ook nog eventjes in de stad in geweest. En ik was eerst bij de Decathlon zo'n sportband gekocht. Want de mijnen die waren allemaal kapot en die waren van plastic. En deze is gewoon heel stevig. Dus ik dacht deze en die was 6 euro of zo. En dan had ik nog bij de Stradivarius een broek gekocht. Want in mijn vorige weekvlog kon je zien dat ik een heel erg leuk topje had gekocht. En ik liep langs de Stradivarius en ik zag dat daar een broek bij hoorde. Dat wist ik helemaal niet. Dus ik heb die broek ook gekocht. Want ik vond het wel leuk dat het een setje was. Ik heb hem in een XS en was 19,95. Dus dat is het enige wat ik heb gekocht. Morgen ga ik met Rosa foto's maken. Gaan we lunchen bij mama Kelly volgens mij. En gaan we ook nog eventjes naar Zara. Dus wellicht dat ik dat ook wel weer wat koop. Maar als het goed is, was er ook een pakketje van de Zara binnengekomen vandaag. Ik ga even kijken of ik toch maar die toevallig in mijn kamer of zo heb gelegd. Want ik zie hem niet in de woonkamer liggen. Ja, haha, ze heeft hem in mijn kamer. Oh, nog een pakketje. What's that? En ik had al op TikTok gezien dat Zara nieuwe verpakkingen had. Superleuk. Ik had het topje laatst in een andere kleur, in het groen, gepast bij de Zara. Maar ik vond die toch niet zo leuk. En deze kleur hadden ze alleen nog maar in een L in de winkel. Dus ik heb hem nu besteld in een S. Het is zo'n halter top. Dus dit gaat hem om je hoofd heen. En dan kan je hem achter strikken. Superleuk vind ik deze. Met allemaal leuke kleurtjes. En deze heb ik dus in een S. En was 12,95. Dat. Ik ga even mijn jas uitdoen, want die heb ik nog steeds aan. Ik ga straks even lekker een maskertje in mijn haar doen. Want zoals ik zei, ga ik dus morgen foto's maken met Rosa. En dan wil ik eventjes dat mijn haar leuk zit eigenlijk. Dus dat ga ik even lekker doen. Daarna lekker feunen. En dat is het eigenlijk wel weer voor vandaag. We gaan even een foto maken en we gaan lunchen. We wilden eerst eigenlijk bij mama Kelly lunchen, maar dat kan pas vanaf 4 uur. Dus we gaan nu naar Jamie Bennett en dan gaan we daar nog even naar Zara, even de stad in. Dus daar heb ik zin in. Ik heb Rosa al een tijdje niet gezien. En dit is wat ik aan heb vandaag. Dit is mijn nieuwe trui van de Subdue. Die heb ik 2 weken geleden of zo, toen ik met Zoe naar Amsterdam ging gekocht. En hieronder heb ik gewoon nog eventjes een t-shirtje. Ja, je ziet het niet zo goed, maar van Pretty Little Thing. Dit is een nieuwe broek van Naked, mijn Balenciaga's. En dan diezelfde jas als die ik gisteren ook aan had.
Ik had dus in mijn vorige weekvlog laten zien, verteld, dat ik die voorste plukjes had geknipt. En zo kun je wel een beetje zien hoe het is geworden. Dus op zich is het nog best wel oké gelukt. Zo. She's here. We hebben de eerste foto al gemaakt. We zijn nu bij het tweede plekje. De zon schijnt echt heel veel, niet normaal. Hoe laat is het? Doe maar vroeg voor mij, of ik het niet kan. Ja, we hebben net foto gemaakt. Hi. Hi. Reception. En we hebben om 1 uur bij Jamie Bennett gereserveerd. Maar we gaan alvast gewoon even proberen, toch? Ja, hoe laat is het nu? 1:05. Oh. Je kunt toch gewoon vragen? 25 minuten. Mag deze in jouw tas? Ja, tuurlijk. Okay. Ik ben blij dat ik nog een t-shirt eronder aan heb gedaan. Echt waar? Oh, het terrasje zo meteen lekker. Oh. Het is lekker weer. Kijk, voor mij zijn dus helemaal vies geworden. Want gisteren stormde het. En storm? Ja, en ik moest het oppaskindje op de fiets ophalen. In de regen. Oh meid. En onweer. Dat is niet zo leuk. Nee, dus mijn schoenen waren helemaal bruin van de modder. Gadver. Ja. Nee, mijn ice coffee. Shit. Wat kan je me helpen, Sadel? Het is vandaag donderdag en je zou wel denken, wat heb je in je haar? Maar ik heb eventjes zo'n roller erin gedaan voor die voorste plukken. Ik moet nog eventjes omkleden, even een ander iets aantrekken. Ik heb wel gewoon al mijn broek aan die ik vandaag aantrek. Maar ik ga vandaag gezellig met Zoe, Keir en Dagmar gaan lekker lunchen. Dagmar is nu aan het douchen en Keir en Zoe komen zo meteen hier naartoe. Maar ik had gisteren nog wat dingetjes gekocht bij de Primark. Dus ik ga het even laten zien. Als allereerst heb ik 2 hoeden gekocht. Ik had dus vorig jaar al een hoed, die ligt hier zo, had ik bij de Primark gekocht. En die vind ik gewoon echt top. Dus ik heb er nog 1, of nou nog 2 gekocht. Allereerst deze. Beetje donkerbruin kleurtje. En deze was maar €6. Nou, echt geen geld, maar heel erg leuk. Kan hem nu even niet opzetten. En deze hoed was maar €4. Deze had ze ook nog in dat bruine kleurtje. Maar ik dacht, ik heb al dan 2 bruin, dus ik heb er ook nog een zwarte bij gedaan. Dan nog sokken, want mijn sokken zijn altijd kwijt op weg. 1 voor Miu en 1 voor mij. Speldjes voor in mijn haar van die clipjes. Ik wilde eigenlijk die bruine, maar die waren allemaal kapot en ontbraken er een paar. En ik heb van die kleine elastiekjes, want ik heb natuurlijk echt maar heel dun haar. Dus ik dan bijvoorbeeld een vlechtje maak of zo, kan ik beter zo'n kleine elastiek erin doen. Dus dat heb ik gekocht gisteren bij de Primark. Ja, nou, make-up heb ik al gedaan. Ik ga even kijken wat we gaan aantrekken. Volgens mij gaat iedereen helemaal chic te vrimmel. Of althans, wat ga jij aantrekken? Ja, iets sexy's denk ik. Zo'n camera staat aan hoor. Nou, that's me out the shower. Kijk, ik heb gisteren hoeden gekocht bij de Primark. Oh leuk. Deze is voor €4 en deze voor €6. Leuk. En die ga je op in Ibiza? Ja. Nice. Wat doe jij aan dan? Ja, weet ik ook nog niet. We kunnen wel samen even kijken. Oké. Okay. Echt, voordat ik weg ga, ga ik echt mijn kamer... Nou, voordat ik weg ga... Ik ga van de week even zo goed mijn kamer opruimen. Okay. Nou, wij gaan even kijken wat we gaan aantrekken. Wachten op Zoe en Keir. Gaan we lekker lunchen. Ik heb zoveel trek. Ik heb nog niet gegeten, dus ik zo meteen lekker extra veel van eten. Maar goed, ik leef mijn leven vandaag. We zitten heerlijk met een rozeetje, ja. Nee, ik heb ook echt ook wat trekking. De Salmon Torch Volcano. Ja, dat is een beter verhaal. Oh, leuk hoor, meiden. Ja, leuk. Heel leuk. Ja, pak maar. Ja? Ja. Gaat gelijk lekker je mondje. Oh, wat ziet dit er heerlijk uit. Ja. Dag maar, welk cijfer geef je net? Volgende ronde. Zo, moet je. Ah. 7,5. Oké. Okay. Dat is niet hoog. Dat is niet hoog. Is maar koud, hè? Koud. Echt ijskoud. Oké, okay, Keir geeft het 8. Ik ga met jullie. Dat. Oh, dat is de blanche, denk ik. Nee, dat is schoonmaas. Of kreef of zo. Oh, dit is gewoon een soort rosbief of zo. Ja. Ja, lekker. Zo. Was het ook
ik geef dit wel een 8,5. Het is heel lekker. Nou, 8,9. Dus dat is zitten. Ja, dat is toch 4 puntjes omhoog? Ja. Ik leer. Dit is natuurlijk. Nou, je moet gewoon niet veel gaan. Wij zitten niet. Wij gaan. Tuurlijk nee. Maar doe even. Olivendi. Gorilla's wijn bestellen dan. Gorilla's? We kunnen het gewoon erbij. Kom, allemaal werken. 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wij gaan nu naar Zoe, want Zoe heeft een tuin en we hebben alleen een balkon, dus we gaan naar Zoe. Trui aan, want het wordt waarschijnlijk koud buiten. Het gaat ook regenen waarschijnlijk, althans zo ziet het er wel naar uit. Ja, ik moet ook even een trui aan. Die zit in de scooter. Wij gaan. Heel erg bedankt. Oh, trouwens, ik heb het helemaal nog niet verteld, maar... Dagmar is ook vandaag begonnen met vloggen. Ja, voor de fun hoor. Linkje zal ik wel eventjes in de beschrijving zetten van haar account. Fleur heeft mijn banner gemaakt. Heb ik nog opgeschreven. Nou, ik mocht van jou nog geen account aanmaken, dus... Ja. Ik heb wel opgeslagen. Fleur is mijn personal editor. Manager. Manager. Ze krijgt er niet voor betaald, maar ze krijgt wel een hele dikke knoef. Ja. Zo doen we dat. Oké. Ga je bij mij achterop? Ja, tuurlijk neef. Nou, we zijn bij Zoe aangekomen, helemaal doorheen, maar wel door zee. Het regent zo hard. Nee, wij zijn weer lekker thuis en ik zie dat mijn camera leeg is, dus je moet echt zo meteen gaan opladen. Maar het was echt zo hard aan het regenen toen we vanaf hier naar Zoe gingen. En we zijn nu weer lekker thuis. Het regende gelukkig op de terugweg niet. Ik heb eventjes lekker bij het tankstation, want ik moest tanken. Lekker een latte gehaald. Daar had ik echt heel erg veel zin in. Ga ik lekker opdrinken. Miel komt zo slapen. Morgenochtend moet ik voor mijn nagels. Wordt ook wel stijf. Ik ga mijn camera in de oplader doen. Dit lekker opdrinken en slapen. Het is vandaag vrijdag, 9 uur ongeveer. Ik ga zo meteen voor mijn nagels. Dit is hoe mijn nagels er nu uitzien. Ik heb best wel erg uitgroei. En ik zie dat ik alsnog mijn camera ben vergeten vannacht op te laden. Super slim. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Als ik terugkom van de nagels, 1:30 of zo moet ik sporten. En daarna heb ik met Ro afgesproken. Dus ik heb ook alvast lekker mijn sportkleren aan. Hieronder heb ik mijn sporttop. Dan hoef ik me straks niet meer om te kleden. Dus ik ga nu even mijn schoenen aantrekken naar de nagels. En dan, ja, ik weet echt nog niet wat ik met mijn nagels wil. Ik denk dat ik ze een keertje rond wil, een beetje ovaal. En ik denk wel dat ik weer iets van nail art op wil, want dat vond ik wel heel erg leuk. Of een kleurtje, want dat heb ik nog niet verteld, Eli. Maar ik ga volgende week op vakantie. We gaan naar Ibiza. Miel en ik samen gaan vanaf zaterdag 22 tot zondag, nee, maandag 31. Dus we gaan 9 dagen. En de vliegtijden zijn echt mega gunstig. Echt super chill. We vliegen in de ochtend om 6:30 heen. En terug vliegen we 's avonds 8:30. Dus we hebben echt nog die volle dagen dat we vliegen eigenlijk ook. Ik heb er echt super veel zin in. Maar ik wil dus ook wel leuke nagels, wat voor op Ibiza leuk is. Dus ik moet gewoon eventjes kijken. Oké, ik ben terug van de nagels. En ik heb echt heel enthousiast echt een hele felle kleur gekozen. Omdat ik op vakantie ga volgende week. Dus ik dacht, leuk, op vakantie. Ja, ik vind hem wel heel gaaf. Alleen, hij is wel echt heel heftig. Maar ik vind de vorm en zo wel echt super mooi. Ik vind de kleur ook mooi, daar niet van. Maar kijk, ze heeft het wel echt heel mooi gedaan. Maar ik wilde gewoon iets met oranje. En ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Misschien moet ik gewoon eventjes iets bruiner worden. En dan staat het wat beter. Ik hoop eigenlijk dat woensdag de zonnebank open gaat. Ik heb er helemaal niks over gehoord bij de persconferentie. Maar als die open gaat, ga ik woensdag eventjes lekker naar de zonnebank. En anders even lekker zelf bruinen. Wat laten zien. Want ik had natuurlijk van de week deze nieuwe camera gekregen. En aan jullie laten zien. De Canon G7X Mark III is dit. En ik had er ook super veel dingetjes bij gekregen. Maar nu is er eergisteren ook dit binnengekomen. Echt onwijs leuk. Dit is dus een mini printer. En ik heb het gisteren al eventjes uitgeprobeerd. En ik ga jullie laten zien hoe het werkt. Maar hiermee kan je dus foto's vanaf je telefoon direct uitprinten. Nou, ik heb gisteren al deze foto van Miu en mij uitgeprint. Echt super leuk vind ik dit. Ik ga dit ook sowieso meenemen van de week op vakantie. Zodat ik op vakantie alle leuke foto's uit kan printen en zo. Dit is dus de printer. Dit is hem. Van Canon. En wat je dus moet doen. Je moet de app installeren van Canon. Deze app. En wat je dan kunt doen is je kan ook een collage maken. Of je kan gewoon een foto uitkiezen.
Ik ga een foto uitkiezen. Ik heb gisteren een leuke foto gemaakt met Zoe. Dus die ga ik eventjes erbij pakken. Dan kan je hier de foto kiezen uit je galerij. En dan heeft hij hem hier zo, heeft hij hem staan. Dan zet je de printer aan, zodat het lampje gaat branden hier. Hij is nu aan het knipperen, dus dan is hij verbinding aan het maken met je telefoon. En dan gaat hij beginnen met printen. En ik zal het even laten zien, want hij begint dus met de gele kleur. Kijk. Nu komt de foto er in het geel doorheen. Nu in het roze. Een beetje rood eigenlijk. Het zijn gewoon de primaire kleuren die hij zeg maar print. En daardoor krijg je dus een foto. Gaat hij nog een keertje terug. En dan kan je hem eruit pakken. En heb je je foto. Ik vind dit zo intens leuk. Je hebt natuurlijk ook van die Polaroid camera's, maar daar moet je echt gelijk een foto mee maken. En nu kan je gewoon in een Polaroid dingetje oude foto's uitprinten. Ik vind het echt leuk. Oh, dat is met zo'n kleine printer. Grappig, hè? Ja. Maar is dat duur? Met... Ik weet het niet. Oh, je hebt gekregen? Ja. Altijd beter dan. Maar heel leuk vind ik dit. En daar zaten ook nog deze Polaroid kaartjes bij, dat je nog zeg maar... nieuwe foto's kan maken natuurlijk. Dan zit er nog heel veel in deze doos. Allereerst dit statief dus. En die ga ik er even uithalen. En op de camera zetten. Hier voor de camera. En je kan hem er gewoon zo opdraaien. En je hebt hier dus ook nog zo'n dingetje. Waardoor je hem dus losser kan draaien. En je camera dus kan bewegen. Heel handig. En dan als laatste zit er dus die microfoon bij. En hier ben ik wel echt heel erg... benieuwd naar. Die ga ik even installeren. Ik had natuurlijk al gezegd in de vorige video dat ik een keertje zo'n ASMR video wil opnemen. En zo'n camera of zo'n microfoon is daar wel echt heel handig voor. Dus dit is de microfoon. Oké, als het goed is, zit nu die camera aangesloten. Hallo, hallo, hallo. Ik zou het echt niet weten. Als het goed is, staat er nu dat hij het moet doen. Hele professionele camera lijkt het wel, joh. Nou, lijkt niet, is zo. Kijk. Dus ik ben benieuwd of jullie nu wat aan het geluid horen. Of dit beter is of niet. Laat maar even weten. Kijk nou, ja. Maar ik ben benieuwd of hij het doet. Hij zit er wel goed op aangesloten, volgens mij. Lijkt echt op een piemel. Ja, ik wil het niet zeggen, maar... Oh, we kunnen wel even een ASMR'tje. Maar goed, dit zijn dus alle spulletjes die ik heb gekregen voor betere kwaliteit van mijn video's. Ik ben heel erg benieuwd of jullie ook echt verschil merken met deze microfoon. Want dan laat ik hem er denk ik wel gewoon op staan voor de rest van de video's. En ik heb natuurlijk nu een extra camera met een statief. Dus daar ben ik echt super, super blij mee. Dan heb ik gewoon een losse camera voor mijn aparte video's en een losse camera voor het vloggen. Dat vind ik wel echt mega chill. En die printer vind ik ook gewoon echt heel erg leuk. Ik heb ook nog voor jullie een kortingscode. Met de code CNG7X3 krijg je 10% korting op de Canon G7X Mark III camera. Dus dat is... deze camera die ik hier zo heb. Een linkje van de camera zal ik in de beschrijving zetten. Heel erg bedanken voor al deze items, al deze spullen. Want hierdoor worden mijn video's alleen maar beter. Nou, ik ben weer klaar met sporten. Ik had echt nul energie. Waarschijnlijk omdat we gisteren natuurlijk gewoon echt vanaf 2 uur 's middags, 2:30 's middags hadden zitten zuipen. Maar er is net een hele grote bestelling binnengekomen van Xenos met van die palletkussens en zo. Voor op ons balkon, maar we hebben nog geen pallets. En mijn moeder had eentje gezegd bij Verburg of zoiets in het Westland. Waar je voor 10 euro pallets kon ophalen. Dus volgens mij gaan we daar nu naartoe. Althans, we gaan nu pallets ophalen, maar volgens mij gaan we daar naar die plek. Zodat we het balkon een beetje leuk kunnen gaan maken. Ik heb nog gewoon mijn sportoutfit aan. Ik ga straks wel douchen als ik thuis kom. Ik ben mijn telefoon kwijt. Dat is ook leuk. Of we daar een paar mannen. Ik durf niet helemaal te filmen. Maar we hebben onze pallets. Kijk, we zitten hier in het Westland. En die man die kwam uit Duindorp. Super aardige vent.
Maar die mensen die eronder hebben. Hij is zeg maar de baas, denk ik, was hij. Hartstikke aardig vent, maar die jongens. Hij zei, nee Mario, niet doen. En die jongen doorduwt. Mario, stop, ga je druk op. En die andere. Beetje respect, Tony. Hè? Ja, beetje respect. Ik heb een gezeik boven. Beetje respect, beetje respect. Maar ja, we hebben onze pallet, jongens. Ik weet alleen niet hoe wij dit mogen gaan krijgen. Ja, dat zien we dan wel weer. Maar we hebben er 3. De deur staat wel open, maar op zich... Ja, Volgens mij zit dit wel goed vast, hoor. Ik zit echt met mijn knie tegen veel dingen. Ja, je kan niet naar achter. Nee. Maar ik zou niet te harde heuveltjes nemen, want misschien schiet het dan naar achter. Terug uit, ja. Ik houd het wel een beetje vast anders. Gewoon... Zou ik gewoon rijden zoals we te kwamen? Want... Ja, anders weet je straks niet. Maar bij die rotonde kan ik naar rechts, volgens mij. Dat kan ik, dat weet ik wel. Oh, jezus, ik kan... Dat ik zo brak ben, kan ik ook gewoon niet goed opletten. Gewoon niet waarnemen. Ja. Niet waarnemen. Nou, ze staan er hoor. 3 pallets. En zullen we gelijk op het balkon zitten? Ja. Oké. Okay. Wat is hier allemaal? Kijk, we hadden dus van de Xenos dus deze kussens. Hele leuke vibe. Nu hopen we dat het past. Hij staat. We mochten hem niet zagen daar, dus we hebben hem maar gewoon zo in de lengte neergezet. En dan komen de kussens zo te liggen, dat je echt zeg maar met z'n tweeën lang uit kan liggen als je er zon staat. Er lag hier een matje en dat stond zo erg. Maar we gaan binnenkort gaan we helemaal alle spullen van de Xenos. Hier zit ook een bankje, die komt hier. En hier een leuk kleedje. Het wordt helemaal gezellig hier. Zaterdag en ik heb net een video opgenomen, een Get Ready With Me. Als jullie deze weekvlog staan, staat die video online. Ik merk dus als ik mijn weekvlog aan het bewerken ben, dat ik echt een trilhand heb en heel de tijd zo heen en weer ga. Dus ik heb nu eventjes een statief erop gezet in de hoop dat ik nu een iets stiller handje heb. Ik heb vandaag de eerste video opgenomen. Ik wil er vandaag nog eentje opnemen, want ik ga natuurlijk over een week op vakantie. Over precies een week zit ik nu heerlijk op Ibiza. Dus ik wil een beetje vooruit plannen en vooruit werken, zodat ik alles kan inplannen. Zodat er wel gewoon video's online blijven komen als ik weg ben. Ik wil ook echt mijn kamer vandaag opruimen, want dat is echt niet normaal. Daar ga ik denk ik eventjes mee beginnen, want mijn camera moet eventjes opladen. Want ik heb natuurlijk net een hele video opgenomen, dus hij moet eventjes in de oplader weer. En dan ga ik even mijn kamer opruimen. En verder ga ik vandaag eigenlijk niet zo heel veel doen. Maar het ziet er echt niet uit. Ik ben wel blij... Met mijn make-up, hoe dat is gaan zitten. Al ga ik vandaag dus niks doen zoals ik al zei. Want hier ligt ook weer echt super veel kleding van dingen wat ik heb gekregen. Ik kan jullie nog wel even snel een naked haul laten zien. Zal ik het nu laten zien? Ja, ik ga het nu laten zien. Want ik had dus weer wat dingetjes van naked gekregen. En als jullie deze weekvlog zien, is donderdag mijn code geldig. Donderdag 20 mei. 48 uur lang. Dus zet het in je agenda als je dat wil kopen. Want ik heb echt super leuke dingen gekregen van Naked. Ik ga het eventjes aan jullie laten zien allemaal. Om te beginnen heb ik deze tas gekregen. En ik ga eventjes wat pakken. Want voor de mensen die mijn vlogs langer kijken. Die weten dat ik voor mijn verjaardag van Rosa deze buckethead heb gekregen van Jacques Mus. En dit is gewoon precies dezelfde kleur. Dus jullie kunnen natuurlijk wel raden dat dit setje meegaat op vakantie. Maar dat is dus deze tas. En hij is ook best wel groot van binnen. Als je lekker een dagje naar het strand gaat of lekker weg, is het super chill. Dus dat is die. Dan de broek die ik nu aan heb. Hoe ga ik dit laten zien? Deze broek. Ik zal het even hier laten zien. Alles staat helemaal, alles staat helemaal volgebouwd. Maar dan deze broek heb ik ook van Naked gekregen. En dit is echt mijn nieuwe lievelingsbroek. Hij moet alleen nog eens in de was, want hij is alweer een beetje uitgelopen door de afgelopen dagen. Maar die. En in deze weekvlog hebben jullie al... lange trenchcoat jas gezien. Ik zal even een foto laten zien. Want hij hangt in de andere kamer. Maar die is dus ook van Naked. Echt nieuwe lievelingsjas gewoon. Dit is hem. Heel erg blij mee. Dus die is ook van Naked. Dan heb ik dit nieuwe shortje uitgekozen. In een maatje 36. Deze zit heel erg mooi. Ik ga geen aanbeelden doen. Aangezien dit niet echt een samenwerking is eigenlijk voor op YouTube, maar voor op Insta. Maar ik dacht, laat het gewoon even snel leuk zien. Dus als je wilt zien hoe alles staat, moet je donderdag eventjes mijn Instagram in de gaten houden. Want daarin zal ik alles
ja, als plaats voor alles staat. Maar in ieder geval dit shortje. Dan heb ik een heel erg leuk satijnen jurkje. En dat is deze. Met een super mooie waterval aan de voorkant. Dan is die best wel kort. En aan de achterkant heeft hij een hele mooie open rug. Dit is volgens mij van een samenwerking. Annika Taylor. Ik sneek het. Maat 36 ook. Oh ja, dan heb ik ook nog een bikini. Alleen deze zit wel een beetje gek. Maar hij is op zich wel leuk. Dat is deze. En dan hoort hij zo. Dit hoort dan bij je borsten. En dit zit dan zo schuin om je nek heen. En deze heb ik in een maatje S. En er zit ook dit bijbehorende broekje bij. Dit broekje is wel echt heel erg mooi. Dat is deze. Dit zwarte broekje. En dan aan de zijkant heeft hij hier twee van die touwtjes zitten. En aan de achterkant is het gewoon een normaal broekje. Maar stretch is echt lekker mee. Dus je kan hem mooi wat hoger trekken. Dat is die. Dan heb ik nog een setje. Met dit broekje. En daarop deze top. Ook super mooi. Top heb ik in een XS. En het broekje heb ik in een S. En ik dacht, dat vind ik wel leuk met daaroverheen deze hele grote linnen blouse. Het is een beetje een lichtgeel kleurtje. Gaat ook lekker mee op vakantie. Deze heb ik in een maat 40 genomen volgens mij. Ja, zodat hij lekker oversized valt. Ik moet zeggen dat het nog best wel meevalt hoe oversized hij is. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dus dat is die. En dan als enerlaatst, of wel als laatste kledingstuk, dit topje. Moet ik even goed vastmaken. En ik moet zeggen, deze valt echt heel erg groot. Want ik heb hem in een maatje 34. En ik moet hem bij mijn borsten gewoon verder aanknopen, omdat hij anders te groot is. Maar dat is deze mooie satijnen top. Echt heel erg mooi voor op een hoge broek bijvoorbeeld. Als je uit eten gaat of iets. Ook echt een hele mooie stof. En die heb ik dus in een 34. En als laatste deze zonnebril. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Hier had ik ook al een Instagram foto mee gepost. Heel veel vragen van mensen waar die zonnebril van was. Ik was hem vergeten te taggen. Dat was deze foto op Insta. Dat is dus deze zonnebril. Dus dat was alles wat ik van Naked heb gekregen. En heb ik ook nog een pakketje binnengekregen van Frankies. Heel erg blij mee. Als allereerst een trui die ik echt super super leuk vind. Ongeveer een jaar geleden heb ik zo'n trui gekocht op Vinted. Was van een ander merk. Maar nu verkoopt Frankies ze dus ook. En die andere trui, ja, die heb ik dus al een jaar. En ik draag hem echt super veel. Dus hij was een beetje lelijk geworden. Dus ik dacht, ik kies hem weer in het blauw uit. En dat is deze trui met het engeltje erop. Super, super leuk. Ze heeft hem ook in het wit. En volgens mij nu ook een beetje in een rozig kleurtje, dacht ik. En in het grijs, dacht ik ook volgens mij. Maar in ieder geval heel erg leuk. Dus heb ik in een maatje S, zodat hij lekker wat oversized valt. Dus hier ben ik heel blij mee. En dan heb ik nog een super mooi tweedelig pak. Met allereerst een pantalon. Dat is deze. Super mooi beige kleurtje. En dan is het zo'n straight leg. Heel erg leuk. Dus heb ik volgens mij een maatje S. Ja, maatje S. En daarbij hoort ook een blazer. Ook echt heel erg mooi deze blazer. Deze heb ik ook in een maatje S. Met schoudervullingen ook. Heel blij mee. Dus oké, okay, dat waren weer eventjes een paar pakketjes. Even wat shoplogs er tussendoor. Ik ga nu mijn camera aan de oplader doen. Hier opruimen, want het is alleen nog maar meer bende geworden. En dan ga ik daarna eventjes een andere video opnemen. Nou, ik heb alle video's die ik vandaag wilde opnemen opgenomen. Ik wilde eigenlijk alleen misschien vanavond nog met Milan een mukbang filmen. Maar hij is naar zijn opa en oma toe, nog voor zijn verjaardag. Maar vanwege corona en zo ben ik niet meegegaan. Omdat zijn zus er ook naartoe ging. Als waren het een beetje veel mensen. Maar misschien als hij terug is willen we een mukbang filmen. Even kijken of we dat nog redden. Want hij kwam pas na het eten thuis volgens mij. En anders dat we dat dan dinsdag filmen. Want ik wil wel heel erg graag weer een video met hem samen online hebben. We wilden eerst een video doen dat hij mijn outfits gaat uitzoeken. Maar daar zijn we niet naartoe gekomen. En nu gaan we volgende week op vakantie. Dus ik dacht dan doe ik nu nog gewoon een mukbang. En dan daarna zo'n video. Maar goed, ik heb nog eventjes lekker dit stronger setje aan. Ik ga even wel normale kleren aandoen nu. En dan ga ik mijn kamer verder opruimen. Want onze buurman, die speelt dus piano. En net ging hij heel de tijd piano spelen. En toen dacht ik al, oh my god, nee, ik moet zo meteen een video opnemen. Hoor je heel de tijd die piano erdoorheen.
Maar toen stopte die dus opeens. Dus ik dacht, oké, ik ga nu die Stronger video opnemen. Want nu is het stil. Nu heb ik geen last van zijn piano. Dus ik heb mijn kamer nog niet helemaal opgeruimd. Dan heb ik hier eventjes wat dozen neergezet voor een samenwerking. Ik hou van mijn hand ervoor, want daar staat mijn adres. Dit heb ik wel een beetje opgeruimd. Ik moet hier echt nog wat op gaan bedenken. Maar dit moet ik nog even opruimen. Dit moet ik nog opruimen. En vooral dit moet ik nog opruimen. Maar ik heb hier alvast wat dingetjes liggen wat ik mee wil nemen naar Ibiza en zo. Dus we gaan van de week eventjes de koffer bij mijn vader ophalen. Of nou, van de week, deze week. Zodat we alvast kunnen inpakken. Dus ja, ik ga nu eventjes andere kleren aandoen en opruimen. Want ik had hier ook allemaal kleding uit mijn kamer gevist wat allemaal nieuw was. Dus dat moet ik ook eventjes opruimen en in de kledingkamer leggen. En dan ga ik daarna denk ik alvast de video's bewerken. Dan zijn ze maar gewoon lekker klaar. Het is zondag vandaag. En vorige week zondag was natuurlijk moederdag. Alleen, ja, toen hadden we allebei corona. Of nou, allebei corona. Milan had een corona. Ik zat toen in quarantaine. Dus toen konden we dat niet vieren. Hoe moet je dat vieren? Ja, toen hadden we in ieder geval geen moederdag. Dus dat gaan we vandaag doen. Maar eerst gaan Mio en ik nu naar de mall. Gewoon Leidse Haag. Naar het hele grote winkelcentrum. Gaan we daar eventjes kijken. Dingen voor vakantie misschien. Eventjes naar de Mediamarkt. En dan daar gaan we gelijk door naar mijn moeder. Hier zitten wat cadeautjes in. Mijn haar ziet er echt niet uit. Maar ik moest het eigenlijk wassen. Maar dat had ik niet zo zin in vandaag. Dus ik heb het gewoon even in een staart gedaan. Het is nu wel lekker weer. Alleen staat dus dat het straks een beetje gaat regenen. Dus ik wilde eventjes iets met een capuchon aan. Dus ik heb deze trui aangedaan van LA Sisters. Broek van de Zara, jas naked. En dan doe ik mijn chocolustas erbij. Dus wij gaan nu naar Leidschendam. Ja. Ik heb de weekvlog helemaal nog niet afgesloten, dus dat wil ik bij deze eventjes doen. Voordat ik de weekvlog afsluit, wil ik jullie nog een paar schoenen laten zien. Ik doe hier eventjes een foto in beeld van een paar schoenen die ik heb mogen ontvangen van Crazy Kicks NL op Instagram. Heel erg blij met de schoenen. Ik zal een linkje van hun account in de beschrijving zetten. Daar kan je allemaal leuke Jordans kopen. Dus zeker een aanrader. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je hem nou leuk? Doe dan duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!